Hallo. Welkom bij Show a Day of Day, Day Around MB. En op dit moment ben ik lekker aan het koken. In ieder geval, ik heb de voorbereidingen getroffen. Ik laat het even zien. Dit is trouwens de laatste Show a Day van dit jaar. Lekker aardappeltjes gekookt. Die ga ik straks snijden. Een beetje met rozemarijn bekruiden. Dan ga ik ze lekker oppakken. Ik heb worteltjes. Die ga ik lekker koken met een beetje suiker of zoetjes. En ik heb lekker gehaktballetjes gedraaid. Lekker van half om half gehakt. Vanillemeel, ketchup, wat kruiden. Een klein uitje doorheen. Dus die ga ik dus lekker opbakken voor 2 dagen. Ook de aardappels en worteltjes voor 2 dagen. Dus lekker eten. Dat komt helemaal goed. Ik ga Jean even naar binnen laten. Want die staat weer te mouwen voor de deur. Dat is een dagelijks ritueel. Na 10, 15 minuten staat weer te mouwen. Kom maar Jean. Ja, kom maar hoor. Je krijgt ook wat te eten. Hè? Ja. Wil je wat eten? Gaan we lekker wat eten, hè? Ja. Een rondje lopen door de wijk, want dan laten we pas het park zien wat volgende week zondag op mijn YouTube kanaal te zien zal zijn. De tunnel naar het park, waar ik ook de laatste aflevering heb opgenomen van dit jaar. Kijk eens hoe mooi. Mooie kerk. Loop straks nog even in, staat een mooie kerstboom. Nou, dit is dan een heerlijk park om met honden te wandelen. Gezellig. Ik vind het wel wat hebben. Als ik heen ga, dan loop ik door de regen. Om het over hebben voor je video's, toch? Ik loop even naar de kerk toe. Er is een mooie kerstboom. En vanuit daar ga ik naar mijn eigen kerstboom toe. Gaan jullie mee? Kerstboom in de prachtige kerk. Regenen, dus ik ga gauw naar binnen naar mijn eigen kerstboom voor de kerstgroet. Tot zo. Een fijne, gezellige kerstdagen toegewenst. Veel plezier met elkaar. Denk ook aan de mensen die er niet zijn, maar sta ook vooral stil en ja, wees blij en wees gezegend met de mensen die er wel zijn. En nogmaals, fijne kerstdagen. Doei! Bedankt voor het kijken! Reageren, abonneren en tot volgende week.